Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Ja, teleurgesteld dat je de wedstrijd verliest. Waar ligt dat dan aan? Ja, goed, ik denk ook de wedstrijd niet goed begonnen. Net niet attent genoeg, zeg maar, in de vele positiewisseling die zij hadden. Daar moeten mee. Maar ja, goed, daardoor komen ze denk ik ook op 1-0 voorsprong. En daarna pakken we toch wel de wedstrijd waarop je komt ook op 1-1. En daarna begin je ook iets beter te voetballen, door je de bal langer in de ploeg houdt. Dus dat zag er op zich wel hoopvol uit. Nou, ik denk dat de tweede helft wel doorgetrokken hebt. Alleen ja, dan komt er een lange bal die je dan net niet helemaal goed inschat. En daar profiteren hun optimaal van. En dan ligt die 2-1 erin. Ja, ik vond de tweede helft echt een schril contrast staan met hoe jullie speelden op een gegeven moment in de eerste helft. En hoe bedoel je dat? Ik vond dat jullie... Ja, er kwam niet zo heel veel meer uit. Weinig gevaar, veel slordigheden. Zag jij dat ook zo? Nee, maar wat we eerst heel wel goed voor elkaar kregen, dus langer aan de bal in via de zijkant in de kant, werd ze goed doorkomen. En dan werd het er gevaarlijk uit. En dat lukte de tweede helft minder. Andere kant, ja, de kans weer de eerste helft weggeven, dus de tweede helft weer niet gebeurd. Ja, dus het is ook maar hoe je daarin kijkt. Aan de bal moeten we meer kansen creëren, dat klopt. Alleen de organisatie was wel beter. Ja. Ja, jullie blijven nog steeds een beetje rond de 16 hangen, heb ik het idee. En als het dan echt tot een schot moet komen, dan komt er alweer een verdediger tussen. Dat is het hele seizoen al een beetje een patroon wat ik zie. En is de oplossing nog niet echt gevonden. Nou ja, het gaat om het moment van als er ruimte is, moet je tot een schot komen. Wacht je te lang, dan zul je weer door moeten bouwen. En dat zijn secondes waar het om draait. Maar goed, die keuzes zullen ze zelf moeten maken. Waar verlies je hem nou op? Ik denk de eerste fase van de wedstrijd. Vind ik gewoon. Ik vind nou daar net niet attent genoeg zijn en scherp genoeg zijn. En daardoor geef je van, ja, laat je een voetbal, geef je wat vertrouwen. Tuurlijk valt daarna nog een doelpunt, maar ja, we moeten scherper beginnen. Ik denk, nou, ja, of je dan de wedstrijd wil of niet wint, dat weet je niet. Maar dat is iets wat we wel moeten gaan doen. Is de uitslag terecht, gezien het spelbeeld? Als je echt naar grote kansen kijkt, hebben zij misschien iets meer grote kansen gehad. Alleen, ja, zoveel kun je er zelf ook wat krijgen daarin. Maar ja, het is mogelijk die 2-1. En zeker omdat je zelf niet helemaal goed begint. Dus ja, het is zo. Ja, Hille is weer geblesseerd geraakt. En nou ook Unal weer van het veld. Weet je al hoe het met hem is? Nee, dat moet afwachten. Dan kun je pas maandag, dinsdag zien hoe dat ervoor staat. Lijkt me voor jou als trainer ook wel een extra klap. Want je dacht dat je de selectie weer redelijk fit had. En dan nou de twee jongens, die vallen dan weer uit. Ja, maar uiteindelijk heb je dat hele seizoen door wel. Alleen ja, het einde van het seizoen nadert. Dan zou je graag iedereen echt topfit bij hebben. Maar ja, Rio is denk ik iets meer als een Bashar, verwacht ik. Maar goed, dat moet even afwachten.